Hallo, welkom bij de top 3 van Louis. De laatste van dit seizoen alweer. Ik ben Louis van Oort, hoofdredacteur van Beleven Lente. En ik laat jullie weer mijn favoriete filmpjes van de afgelopen maand zien. We beginnen met een soort die we niet als broedvogel voor de camera's hebben gehad, maar die we wel regelmatig voor de camera's zien. Bijvoorbeeld bij de voedertafel, zoals hier. De sperwer hebben we het over. Deze sperwer die probeerde tevergeefs een prooi te pakken op de voedertafel. Ja, en dat zie je best wel vaak. Dat ineens zo'n sperwer in je achtertuin ploft en alle tuinvogels de schrik van hun leven bezorgt. Nou, in dit geval lukt het dus niet om een prooi te verschalken, maar soms lukt het wel. En soms hebben ze meer succes. Dan vangen ze een spreeuw of zoals in dit geval een huismus. En dan kun je door je keukenraam zien hoe zo'n vogel vakkundig ontleed wordt. Het is net alsof je naar David Attenborough zit te kijken. Maar goed, in dit geval probeerde een sperwervrouwtje een huismus die ze gevangen had op te eten op de tak voor de steenolkast. Alleen op het laatste moment werd ze ergens door opgeschrikt. En in ieder geval, het lukt niet om die huismus op te eten. En dat is misschien maar goed ook, want het ziet er best wel gruwelijk uit. Maar ja, het blijven natuurlijk wel fascinerende beelden. Het tweede filmpje gaat over, wat mij betreft, de twee sterren van het naseizoen van Beleefde Lente. De twee jonge steenuilen. Sinds die twee de kast uit zijn, is het echt een feestje. Het zijn net twee jonge kinderen die aan het donderjagen zijn, elkaar proberen af te troeven. En ze zijn heel veel aan het oefenen. En dit is ook een heel mooi voorbeeld. Het jong met een ring aan de linkerpoot, die heeft een heerlijke woelmuis gevangen en denkt, die ga ik eens even lekker oppeuzelen in de kast. Hij kijkt eerst van, is mijn broertje of zusje in de buurt? Nee. Nou, mooi. Ik ga hem gauw verstoppen. Maar ja, waar verstop je zo'n muis nou in de kast? Niet echt een goede plek. Dan maar in een hoekje proppen. Dan heb je toch nog de illusie dat hij weg is. Maar goed, even wachten. Kijken of dat rustig kan opeten. En nee hoor, daar is het restrinde jong. Die wil natuurlijk weten of dat er voor hem ook iets te eten is. En probeert die kast in te komen. Nou, wat halfslachtige pogingen om de tweede jong uit de kast te halen. Die halen niks uit, want uiteraard komt hij gewoon binnen en gaat dan recht op de muis af. Ja, dat laat het linksgeringde jongen natuurlijk niet op zich zitten en begint een beetje een soort schermutseling zich af te spelen. En uiteindelijk lukt het linksgeringde jong het om die muis zelf te houden en denkt van, ja, toedeledokie, ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga hem wel ergens anders opeten. En verdwijnt. Het allerlaatste filmpje van dit seizoen gaat over de ooievaar. En het is een heel toepasselijk filmpje. Het gaat over het uitvliegen. En ja, ik vind het uitvliegen van jongen altijd een van de bijzonderste momenten van Beleefde Lente. Aan de ene kant stemt het wat melancholisch, want ja, dan komt het tot een einde. Aan de andere kant is het ook weer het begin van een heel nieuw cyclus. Dus ja, in dit geval een vrij lange cyclus, want ooievaars zijn grote vogels. Dus het duurt vrij lang voordat ze uitvliegen. En deze drie jongen die maakten er wel een heel lang spektakel van. Het duurde echt heel lang voordat ze uitvlogen. Maar op een mooie juniochtend trok een van de drie jongen de stoute vleugels aan. En maakte de sprong in het onbekende. Nou ja, het onbekende. Hij vloog een rondje om het nest in Gennep heen. Nagestaard door zijn broertje en zusje. Echt vol ontzag, ja dat denk ik dan maar. Maar ook vol enthousiasme, want je ziet ze heel erg reageren op het eerste jong. En kijken van, ja, zal ik dat ook durven? En ze beginnen ook uit enthousiasme heel hard te klepperen. Het is een heel fascinerend gezicht, zo'n eerste vlucht van een ooievaar. En uiteindelijk maakt hij een perfecte landing. Tot groot enthousiasme van de andere twee. En daarmee is het broedseizoen van de ooievaars ten einde. En ook het seizoen van Beleefde Lente. Op 31 juli gaan de camera's uit. En dan zijn alle filmpjes natuurlijk nog wel te zien. En je kunt alle blogs nog lezen. Dus er is nog heel veel te zien op Beleefde Lente site. Maar de livebeelden die verdwijnen. Het voordeel van een heel lang seizoen is dat je niet zo lang hoeft te wachten tot het volgende seizoen. We beginnen namelijk alweer in februari. Dus ja, tot die tijd. Kijk nog lekker alle filmpjes. Lees alle blogs. En dan zie ik jullie hopelijk volgend jaar. Tot dan!